En zoals vorige week al aangekondigd, deze week de eerste korte Autogek update. En we beginnen natuurlijk in de Formule 1. Wat je hier ziet is de John Player Special van het Lotus Team. En waarom laten we dat zien? Vanwege de opvallende zwarte-gouden combinatie. Nou, wie kwam van de week met een goud-zwarte combinatie? Ja, dat was het team van Haas. En Haas die presenteerde voor het eerst van alle teams de nieuwe auto. En in de nieuwe livery. Nou, en dat ziet er toch wel heel gaaf uit, moet ik zeggen. Met een mooie zwart-gouden combinatie. De vraag is natuurlijk wat je van die auto nog ziet op een donker asfalt. En tussen de andere auto's of die opvallend genoeg is. Dat gaan we zien als de races beginnen. In ieder geval, Haas is van start met de eerste nieuwe livery. En volgende week natuurlijk een heleboel nieuwe introducties. Tot dan! Vandaag zijn we gaan ijskarten, ook voor mij de eerste keer. We hebben wel heel veel plezier gehad, ook de eerste keer in 2 jaar weer in een echte kart gezeten. Dus dat was wel een hele nieuwe ervaring. Ik heb heel veel mooie momenten in een kart gehad, maar dit was zeker een van de betere dagen. Ja, goed begin met Pierre, in het begin van het seizoen om dit te doen. Dus hopelijk nog veel leuke evenementen samen. Zo Pierre. This is a typical Dutch delicacy. Let's go, Max. We had some really nice moments with Max, like just drifting side by side. So. Nieuw begin met Honda. Iedereen is zeer gemotiveerd en we kijken er allemaal natuurlijk ontzettend naar uit wat het seizoen gaat brengen. Ik denk dat we eerst maar eens moeten beginnen natuurlijk in de wintertest, maar ja, nieuwe motivatie. Ik denk dat altijd wel heel positief is.